We gaan korfballen, want de korfballers van Fortuna uit Delft die lijken eigenlijk al zo goed als zeker van deelname aan de play-offs. Maar goed, er moeten nog wel 4 wedstrijden worden gespeeld en dat zijn eigenlijk allemaal finales. Dat geldt zeker voor de wedstrijd gisteravond thuis tegen Dalto. Dat zou je zelfs een sleutelduel kunnen noemen. Dalto is namelijk de nummer 2 van de ranglijst. Fortuna staat op de 4e plaats. En bij winst van Fortuna kan het eigenlijk niet meer misgaan. Spanning genoeg dus. Nagelbijt in Delft. En Hans Gouw was erbij. 7-5 is de stand in een duel dat terecht een sleutelwedstrijd wordt genoemd. Fortuna natuurlijk in het rood-wit met hier Jennifer Tromp. Dat is dan de 8-5. Het zonnetje in huis, zei je ook trouwens. Fortuna weer. En ze spelen goed. U ziet het niet, maar het is wel zo. Joost Preuninger die scoort. Dan staan ze op 9-5. En Fortuna is aan het volwassen worden. Als ze nu voorstaan, dan kun je zeggen ze gaan dat houden. Waarschijnlijk. Jorrit Bergsma scoort ook bij de vleet hoor, die man uit Driebergen. 9-6, Marien Ekelmans. Denise Bezemer. Tijl. Nou, die mag er zijn. Waarom van dichtbij als het ook veraf kan, niet waar? Arjan Tijl. 10-6. Ja, hier een strafworp vergeven meneer Pieters, wat moet hij dan doen? Je kan geen gat in de grond graven. Dit is Jos Rozenboom. Terecht gevreesd, want hij scoort ook al zoveel, net als Bersma dat doet. En staan we dus op 10-7. Weer Rozenboom. En weer een treffer, 10-8. In een uitstekend duel. Misschien kwalitatief niet briljant, het zal wel, maar heel leuk om naar te kijken. En met een Fortuna dat goed speelt en via Marien, moet ik zeggen, Ekelmans, de 11-8 scoort. Dalto. Bergsma. Het is een 5 alweer. 11-9. Maar Fortuna laat het er niet bij zitten. Ze gaan. Bezemer. Marloes Preuninger, Segaar. Yes! 12-9 en komen we via een ruststand van 13-11 op de stand 16-14. Met balbezit van Malta. Mirjam Malta, nog een keer Mirjam Malta. Het schot zeilt over. Zo! Ja! Arjan Tijl. Scheidsrechter zegt voordeelregel en dus scoort Tijl hier de 17-14. Vanuit bijna horizontale positie. Bergsma 17-15. En zo is de afstand nog steeds niet vrolijk. Hij is leuk, maar niet echt vrolijk. Preuninger. Weer Preuninger. Dit gaat er goed uitzien. 18-15. Joost Preuninger. Dalto. Het Adriaan van Dijk, volgens mij zijn eerste. Ja, het is zijn eerste. 18-16. Adriaan van Dijk, 18-16. Ja. De kauwgom is uitverkocht. Bezem maar. Tijl. Ja, hij heeft er een beetje een handje van vandaag om tijdens de overtreding te scoren. Het lukt hem weer. Arjan Tijl. 19-16 en dan staan we op een stand van 23-19. Als Bergsma uithaalt voor 23-20. En het zal toch niet gebeuren? Er zal toch geen eindsprint komen van Dalto? Zo chauvinistisch regionaal zijn we dan ook wel weer. Nou, Otto Fabius. Oh, bal aarzelt. Fabius niet. Hij zit 23-21. Gezondheid, mevrouw. Proost. Degene die nu scoort, scoort een hele belangrijke. Want dan zou het wel eens gelopen kunnen zijn. 24-21 en zij doet het. Jennifer Tromp, 24-21. En nu lijkt me dat ze over het dode punt heen zijn. Althans het dode punt. Dat de zaak beslist is. Segaar, Segaar, ja. Vrijworstelen wordt bestraft. En Sietske van der Zanden gaat even buurten.
Zega scoort dan de 25-21 en zo wint Fortuna van Dalto met de volgende tactiek. Nou, het is zo dat bij een ploeg als Dalto, die moet je niet laten korfballen. Want als je ze laat spelen, dan schieten ze er gewoon een hoop in. Dat doen ze elke week. En je moet zorgen als je wedstrijden wil winnen dat jij de bovenliggende partij bent. En dat je agressief in de duels bent. En dat hebben we denk ik vandaag laten zien. En een gezellig feestje in Delft na die mooie overwinning. We gaan volleyballen. Ik denk dat als wij de servicedruk van Dynamo kunnen overleven, dan kunnen we gaan spelen. Ik heb te maken met mensen die 50 uur werken in de week. Ja, dat is gewoon een doordeweekse avond voor hun. En de jongens van Dynamo hebben de hele dag denk ik vrij gehad en kunnen helemaal toeleven naar deze wedstrijd. It is the passion flowing around.